Er komt een einde aan het zachte en natte weer van de afgelopen dagen. Dit weekend belooft het een beetje winters te worden in Nederland. Er is de afgelopen dagen zoveel regenwater gevallen dat de Geul in het zuiden van Limburg flink is opgezwollen. Maar dat water zal de komende dagen wel weer gaan zakken, want er wordt niet meer heel veel neerslag verwacht in onze omgeving. Een regenstoring van vandaag zien we nog in verzwakte vorm vannacht boven Nederland liggen, met veel bewolking, plaatselijk nog een beetje gespetter. En deze regenzone die komt morgen dichterbij, maar reikt zo'n beetje tot de grensregio. Het is dan wat kouder, er kan ook wat natte sneeuw vallen in het zuiden van het land. Zondag klaart het mooi op en een volgende neerslagzone later op zondag en in de nacht naar maandag trekt ruim ten zuiden van ons land langs. Dus voorlopig is het bij ons droog, maar we zitten wel in wat koudere lucht. Vanavond is dat vooral in het noorden al het geval en als er dan nog wat neerslag valt kan het ook wat sneeuw zijn. Geen grote hoeveelheden verwacht ik en in de rest van Nederland bewolking, een beetje miseregen kan er nog vallen. Temperaturen ruim boven nul, maar vannacht dan breidt die koude lucht zich uit. Op veel plaatsen daalt de temperatuur uiteindelijk tot net iets onder het vriespunt. In het zuiden lukt dat waarschijnlijk nog niet. Morgen dan, in het noorden geregeld zonneschijn. Een strook over Midden-Nederland, veel bewolking, weinig zonneschijn. En ten zuiden van de grote rivieren is het bewolkt. En in het uiterste zuiden kan soms een beetje natte sneeuw of regen vallen. Bij temperaturen maar net iets boven nul. Waait een koude noordoostenwind, een matige bries, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zondag klaart het dan meer en meer op en gaat het flink vriezen. Zo'n 5 graden onder nul wordt het op diverse plaatsen. En overdag wordt het dan een graad of 3. Er is veel ruimte voor de zon en er staat weinig wind. Het wordt de beste dag van het weekend. Na het weekend is het in eerste instantie nog koud. Maandag op de meeste plaatsen wel droger. En vooral in het noorden ruimte voor de zon. Dinsdag neemt de neerslagkans echt toe. En dan kan er ook nog in een deel van het land sneeuw vallen. De dagen daarna valt er gewoon regen. Fijn weekend.